Je bent Brusselaar. Je houdt van je gewest en je wilt dingen veranderen. Wel, dat kan. Via een gloednieuw digitaal platform, democratie.brussels. Het doel? Brusselaars, aan jou dus, de gelegenheid geven om zelf een politiek debat op te starten met de Brusselse parlementsleden. En dat debat kan over van alles gaan. De werkstelling, gezondheid, cultuur, veiligheid, mobiliteit, wonen, noem maar op. Hoe doe ik dat dan? vraag je je af. Er zijn twee manieren. Petities en burgervoorstellen. Een petitie is een concrete vraag die je aan een parlement wil stellen, alleen of in groep. Als minstens duizend mensen je petitie steunen, kan je uitgenodigd worden om in het Brussels parlement zelf je zaak uiteen te zetten. Het antwoord van het parlement op je petitie wordt gepost op het platform. De tweede manier om een politiek debat op te starten is het burgervoorstel. Dat is nieuw, een primeur voor Brussel. Hoe werkt het? Je doet een voorstel over een onderwerp dat jou aanbelangt en verzamelt op het platform minstens duizend handtekeningen. Als je succes hebt, kan het parlement een overlegcommissie bijeenroepen om over je voorstel te debatteren. Het idee van een overlegcommissie is iets compleet nieuws. Zo'n commissie telt zowel burgers die door loting worden gekozen als parlementsleden. Op het einde van dit proces mond jouw burgervoorstel uit in aanbevelingen die op hun beurt de basis kunnen zijn van een nieuwe Brusselse wet. De bal ligt in jouw kamp. Democratie.brussels is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement Francophone Bruxellois.